Wij staan hier in Distillerie Mico in de Alsace in Frankrijk. En jullie zien hier fusjes, Franse whisky. Er zit whisky in die ze hier in Frankrijk maakt. Hartstikke leuk. Maar ik ben hier op bezoek een dagje of een ochtendje en ik word rondgeleid. We gaan alles weten over Eau de Vie d'Alsace chez Mico. Kirsch, vieille prune, quetsch et mare de gewürz en Alsace. Ja. Ces sept-là, ça doit représenter 90% des volumes de vente. Et après, toutes les autres sortes, qui sont, je sais pas, il y a 20 autres sortes différentes, qui elles représentent 5 à 10%, yeah. Les 5 à 10% restants. Et donc, ces grands classiques, les fruits viennent simplement de là où ils sont les meilleurs. La poire William, c'est la vallée du Rhône, la Drôme. C'est là où on retrouve les plus belles poires. La Mirabelle, c'est l'Est, Lorraine, Alsace, etc., etc. Chaque fruit a en règle générale une provenance d'où il est le meilleur. Ok. Jongens, help mij, wat is dit ook alweer? Rozenbottel. Oui, rose hip van Anglais. Exactement, c'est ça. Maak ze ook drank van. En ça, c'est? Nou ben ik natuurlijk wijnman in Nederland, maar ik sta in een distilleerderij in de Alsace. Ik ga jullie even wat uitleggen. Je ziet hier een alambiek. Een alambiek die komt uit Duitsland, 1977 gemaakt. Nou, wat gebeurt er nou hier? Hier gooien ze dan het fruit in, hè? Pruimen, aardbeien, kersen. Dat gooien ze met de tulp een beetje gemalen hierin en dan gaan ze dat opwarmen. Doordat ze het opwarmen en er suiker bij zit, wordt er ontstaan van alcohol. Die alcoholdamp die verdwijnt hier via die pijp naar boven. Die komt dan hier in die kolom weer naar beneden. En die kolom wordt afgekoeld, zodat je hier pure alcohol hebt gedistilleerd uit dat fruit dat ze hierin hebben gedaan. Nou, hoe simpel is het? Kun je thuis ook doen. Hartstikke leuk hobby, echt waar. Kijk, dit is een zielige poire aan de Poire William Triste. Doet zo. Dit is whisky. Het is 10 uur 's ochtends, weet je. Ja, combien de degrés, Jared? 70 degrés. 70. Soms 10 uur. 70%. Merci. Ja, jongens, wijnvriend, dit is ontzettend leuk, want ik sta dus in het proeflokaal van Miklo. En ik krijg alles te proeven. Dat is best wel lastig, soms om 11 uur kan ik zeggen, want ik heb hier voor me een Mirabelle. Nou, dat is allemaal toch wel dik boven de 40%. Ik heb hier staan framboise sauvage. Kijk, hier. Ja, framboise sauvage. En een framboise sauvage. Kijk, ze hebben er ook nog verschillende manieren, want dit is dan de haute gamme. De topdestillatie en dit is dan de gewone destillatie. Ja, je gaat allemaal meenemen, dan proeven jullie het wel. En een Poire William hebben ze staan. Ja, ze verkopen hier zo even door het ruit heen zo'n bijna 200.000 flesjes van dit soort spullen. En ik ga zeker wat meenemen en ik denk dat ik het ga distilleren.